Het 8 december strafproces is vandaag wederom verdaagd tot 20 april. Procureur-generaal Roy Bainat Pandey ging in beroep tegen het besluit van de krijgsraad om de strafzaak voort te zetten. Auditeur-militair Roy Elgin werd door de krijgsraad op 30 januari gevraagd direct te beginnen met zijn requisitoor. Elgin vroeg toen uitstel en op 9 februari werd de zitting verdaagd om het oordeel van het Hof van Justitie af te wachten. De PG heeft het beroep vandaag toegelicht en gaf aan dat op basis van artikel 148 van de grondwet de regering heeft opgedragen de vervolging onmiddellijk te beëindigen. De krijgsraad deed dit niet en op grond hiervan is in beroep gegaan bij het Hof van Justitie. De PG vraagt om vernietiging van het besluit van het Hof van Justitie. Nadat de zitting verdaagd was, stonden zowel advocaat Erwin Kanhai als de gemachtigde van de 8 december nabestaanden Hugo Esset de pers te woord. Mr. Kanhai, hoe belangrijk is het dat dit proces doorgaat? Kijk, ik kan niet beoordelen hoe belangrijk het is, maar ik kan wel oordelen op basis van de regelingen die zijn gegeven. Er zijn constitutionele regelingen. Die zijn gegeven door de uitvoerende macht. En daar zegt het Openbaar Ministerie van dat het voor hun zwaarwichtige redenen zijn. En dat ze daarom dat proces willen beëindigen. Dat zegt het Openbaar Ministerie in haar grieven. Dat het voor hun heel zwaarwichtige redenen zijn. Het overgrote deel van de advocaten van de meeste verdachten, die hebben kort gezegd, gesteld dat ze het eens zijn met de procureur-generaal. En dat de strafzaken dus moeten worden stopgezet. De advocaat van de heer Rietveld, meester Soutjaran, heeft een uitgebreid betoog gehouden waarin hij gepleit heeft om het hoger beroep, om het Openbaar Ministerie in haar hoger beroep niet ontvankelijk te verklaren. En overigens, als het Hof ze wel ontvankelijk verklaart, hun verzoek om de zaken voort te zetten, laat maar het eenvoudig zeggen, om dat verzoek af te wijzen. Een andere verdachte, dat is de heer Roosendaal, die heeft gezegd dat hij geen advocaat heeft, maar dat hij zich graag, dat hij zich heel terug kan vinden in de woorden van meester Soutjaran, die gepleit heeft dus voor de voortzetting van de strafzaken. Daarnaast heeft de krijgsraad de partijen de gelegenheid te geven, tenminste het OM en de advocaten, om in repliek en dupliek te gaan. Dat is heel kort gebeurd. Iedereen heeft eigenlijk zijn eigen standpunten weer herhaald of gezegd dat ze daarbij refereren. Of daarbij persisteren. Nou, de krijgsraad heeft dus het Hof van Justitie, heeft vervolgens vastgesteld dat er drie verdachten niet behoorlijk zijn opgeroepen. Dat dat alsnog moet gebeuren en dat die zaak tegen die drie verdachten op 20 april aanstaande om 9 uur het hoger beroep in hun zaak dus behandeld zal worden. En dat het Hof heeft ook gezegd dat ze kort, zo snel mogelijk na 20 april, een beslissing zullen nemen in dit hoger beroep. Advocaten Erwin Kanhai en Hugo Esset. Het 8 december strafproces is vandaag tijdens de zitting in het gebouw van het Hof van Justitie verdaagd tot 20 april.